Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten hier in de kerk en ook aan u en jij thuis. Mijn naam is Bob Akkerman en ik mag vanmorgen ouderling van dienst zijn. Voorganger vanmorgen is dominee Dorette van Houten. Organist is Erik van der Kolk en lector is Aukje Baas. De zang wordt vanmorgen verzorgd door Welmoed van der Molen. En het is vandaag toch wel een bijzondere zondag, want we mogen nu voor het eerst weer met meer dan 30 mensen bij elkaar zijn. En voor we deze dienst beginnen, wil ik hier in ons midden ook de paaskaars aansteken. En ik nodig u en jou hier thuis ook om dat ook te doen, om met ons licht te brengen. En misschien is er ook wel een van de kinderen die dat wil doen. Hier en in uw en in jouw huis wil God zijn licht laten schijnen. Hij moet erover nadenken, maar het komt goed, denk ik. Verder zijn er vanmorgen nog de volgende afkondigingen. De bloemengroet gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allemaal naar de heer J. Veenstra, Jan Mankerslaan 11, Marijkeheem is dat, in Heerenveen. En naar mevrouw T. Hoekstra Akkerman, Marktweg 106 in Heerenveen. En zoals het er nu voor staat, wordt de ziekenhuisopname van mevrouw F. Kuipers-Toring, Koningin Wilhelminaweg 12 in Heerenveen, aanstaande maandag weer beëindigd en mag ze weer naar huis terugkeren. Het instartlied dat nu voor ons wordt gezongen is lied 280, de versen 1 tot en met 5. En namens de kerkenraad wens ik ons allemaal en iedereen die met ons verbonden is vanmorgen en op welke manier dan ook met ons meeluistert en de dienst volgt, een gezegende dienst toe.
onze hulp komt van God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is zonder einde en nooit loslaat wat zijn hand wil. Die God komt ons vanmorgen groetend tegemoet. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door onze Heer, Jezus Christus. Amen. Bij het aansteken van de kaars voor Ghana denken wij vandaag aan Stephanie in Ghana. Stephanie's vader overleed toen zij nog jong was. Hierdoor moest zij bij familie gaan wonen en werken om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Haar familie bewerkte het land en Stephanie mocht na het harde werk op het land de oogst verkopen. Toen ze 18 jaar oud was, kwam ze in aanraking met een straatwerker van Lifeline. Lifeline bood haar de kans om een opleiding te volgen. Stephanie koos ervoor om het vak van kapster te leren. Zelf zegt Stephanie over de mensen van het opleidingscentrum: ze gaven me meer dan het kappersvak. Ik leerde ook Bijbel lezen, zingen en levenswijsheid. Ik vond er moeders en zussen. Kerk in Actie steunt het opleiden van meisjes en vrouwen in Ghana. En daarom steunen wij het werk van Kerk in Actie. Bij het aansteken van de kaars denken we dus vandaag aan Stephanie in Ghana. Het is misschien nog wat vreemd en onwennig om hier zo te zitten. Dan mag je niet zingen, hoewel we nu wel weer mogen meeneurien. Met gesloten mond weliswaar. En zo zoeken we onze weg in hoe het nu kan. En volgende week is het misschien ook wel weer anders. Wie weet kunnen we binnenkort weer koffie drinken. En er zijn geluiden dat we binnenkort toch ook wel weer zouden mogen zingen in de kerk. We moeten eraan denken dat we niet dwars door het beeld heen lopen, maar dan achter de tafel. We hebben donderdag het geluid uit en treuren getest en nou lijkt het toch weer niet helemaal goed te zijn. Nou ja, we doen het met zoals wij hier zijn en u zult het er thuis ook op die manier mee moeten doen. En hopelijk gaat het niet nog heel erg lang duren. Misschien zijn er ook jongens en meisjes die kijken. Misschien kijk je later. Dan kun je dat ook zo fijn daaronder aan zo doorschuiven als je denkt, dit is niet interessant. Mochten jullie kijken, dan zou ik jullie willen vragen om een steen te zoeken. Het mag zo'n grotere steen zijn. Het mag ook een wat kleiner steentje zijn. En als er nog grote mensen thuis zijn en denken van, hé, ik ben wel benieuwd wat daarmee gebeurt.
Kijk in je tuin of op straat of je een mooie steen kunt vinden. En dan zal ik straks zeggen waar het over gaat. Aan het begin van de dienst willen we bidden vanwege de nood in de wereld en misschien ook wel in ons eigen leven. En omdat u niet mee kunt zingen, zijn er sommige momenten in de liturgie waarin u wel mee kunt spreken. En dat is ook aan het einde van dit gebed. Laten we bidden. Leven en dood. Vrede en oorlog. Haat en nijd. Zegen en vloek. Uitersten waartussen deze aarde beweegt. En ook wij ons bewegen. Uitersten waartussen wij u zoeken. Heer van hemel en aarde. En tot u bidden, ontferm u. Vanwege alle liefdeloosheid. Alle honger naast rijkdom. Ontferm u vanwege allen die lijden aan corona, 10 miljoen mensen de wereld rond. Ontferm u over rusteloze zoekers en vermoeide mensen. Ontferm u ook over ons. En hoor ons, nu wij samen tot u roepen. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Omdat we geloven dat God naar ons hoort als wij tot hem roepen, willen we ook de lof toezingen. En we zingen thuis, neuriën mee en luisteren naar lied 158b, een lied van Huub Oosterhuis. Zo voor ons uit de Bijbel zal lezen, willen we eerst bidden. Om uw woord,
Om Jezus Christus is het ons te doen. Wie anders zouden wij van u verwachten? Hij is uw hart, uw zoon, uw mededogen. Hij is uw ogen. Hij heeft ons gezien. Hij is uw mond. Hij spreekt ons aan. En in zijn woorden ontvangen en kennen wij u. Wij bidden u om deze mens. Want wie hem ziet, aanschouwt u. En dat is genoeg voor ons, voor deze wereld, voor alle tijden. Amen. Ik ga voor u lezen Matteüs 11, de versen 25 tot en met 30. In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is. Dat weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je. En leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Toen jaren geleden mijn broer overleed door een verkeersongeluk, nog maar 25 jaar jong, waren het deze woorden die steeds bij mij bovenkwamen. Als een soort van mantra, steeds opnieuw. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Vreemd, want het drukte totaal niet uit hoe ik mij voelde. Want als je door een ramp, door verdriet, door zorgen of stress getroffen wordt, voelt dat heel anders. Het neemt je lichaam te grazen. Het vreet aan je. Letterlijke pijn kun je zelfs in je lijf voelen. Of je krijgt barstende hoofdpijn. Of je wordt echt zo misselijk dat je niks binnenhoudt. Je voelt de hele dag alsof je een loodzware last op je schouders draagt. En je raakt uitgeput terwijl je niks gedaan hebt. Niet voor niets kennen we uitdrukkingen als het ligt als een steen op mijn maag. Of een gebroken hart. Of een last op je schouders. Het zijn uitdrukkingen die proberen weer te geven hoe een mens zich letterlijk voelen kan als een ramp in je leven gekomen is. Of als zorgen maar door je hoofd blijven gaan. Verdriet en zorgen geven je lijf een dreun. Het gaat in je zitten en je kunt er dus ook niet aan ontkomen waar je ook heen gaat of wat je ook doet. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Later heb ik mij afgevraagd waarom nou juist steeds deze woorden. Misschien omdat het klonk als iets waar ik zo naar verlangde. Even die pijn niet voelen. Ergens die last, dat verdriet, de wanhoop neer kunnen leggen. Het God voor de goed voeten kunnen gooien. Hier, u die zegt God te zijn, heb het dan ook en hou het dan ook. Ik kan het niet meer. God, als een boom waar je onder kunt schuilen. Bij wie je het uit kunt schreeuwen, uit kunt huilen. Augustinus, een kerkvader uit de vroege kerk, schreef daarover. Rusteloos is ons hart, tot het rust vindt in u. Het heeft te maken met het verlangen om eindelijk weer eens grond onder je voeten te krijgen. Om niet reddeloos verloren te zijn. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Een prachtige tekst. Maar eerlijk gezegd staat er ook nog wat anders. Neem mijn juk op je. Moeten we dan de ene last verruilen voor de andere? En wat is dan dat juk dat Jezus ons op wil leggen? Voor zover iemand van ons nog een beeld heeft bij het woord juk, denken we denk ik aan zoiets van die twee emmertjes water dragen. Maar volgens mij wordt hier een ander juk bedoeld. Niet één juk om twee emmertjes te dragen, maar een juk om met z'n tweeën één kar te trekken. Of één ploeg. Zoals één span ossen en één stel buffels. Jij links, ik rechts. In datzelfde juk. Zoiets. Samen. Want samen heb je meer kracht. Sterker nog, in je eentje red je het niet. Over zo'n juk heeft Jezus het volgens mij. En dan zegt hij, neem mijn juk op je. Hij en jij dus samen in dat juk.
Nee, Jezus neemt het leven niet van je over. Je zult het zelf in handen moeten nemen. Jouw verdriet zelf moeten dragen. Er is geen ontkomen aan. Het hele leven met al het mooie en met al het kwaad. Met alle uitdagingen en alle moeilijkheden. Niemand neemt het van je over, ook God niet. Je moet het zelf leven. En je moet het zelf leven op jouw manier. Maar tegelijkertijd sta je er niet alleen voor. Jezus heeft het over een gezamenlijk juk. Hij blijft niet aan de kant staan roepen, toe maar. Maar hij deelt het leven met alles wat daarbij hoort. En omdat hij het deelt, vind je ergens toch weer op een of andere manier grond onder je voeten. Je kunt vallen in het leven, sterker nog, je zult vallen. Maar nooit dieper dan de palm van Gods hand. En dat geeft rust, dat geeft die dragende grond onder je bestaan. Uiteindelijk zul je toch altijd ergens op hem stuiten. Er valt nog meer te zeggen over dat juk. Neem mijn juk op je en leer van mij. Jezus wil met zijn woorden blijkbaar niet alleen troosten, maar ook uitdagen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat zijn moeilijke woorden, vind ik zelf in ieder geval. Zachtmoedig en nederig van hart. Het klinkt niet als iets waarvan je denkt, ja. Toch bedoelt Jezus er niet mee dat dit iets is voor watjes of halve heiligen. Enkele versen hiervoor schold Jezus zelf, die zachtmoedige Jezus, de inwoners van Kapernaum uit en van andere steden. Sterker nog, hij schold ze eigenlijk de huid vol. En hij vergeleek hen uiteindelijk met Sodom, van Sodom en Gomorra. Nou, en daar was het niet best. Zachtmoedig is dus niet hetzelfde als over je heen laten lopen of alles maar laten gebeuren. Zachtmoedig heeft te maken met moed hebben om zacht te zijn. Zacht voor jezelf, zacht voor elkaar. Zoals Jezus zelf zacht was voor Jan en alle man. Ja, hij schold die mensen van Kapernaum uit. Maar tegelijkertijd was dat juist om ruimte te maken voor anderen. Voor anderen die in het stof liggen, zodat die op kunnen leven. Ook zacht voor hem of haar wie van het leven een puinhoop had gemaakt. Door stom ongeluk of willens en wetens. En omdat hij dat doet, wordt hij zelf ook weer uitgescholden. Ook enkele versen hiervoor. Veel vraat, roepen de mensen over Jezus. Suipschuit ben je, tollenaarsvriend, gabber van zondaars. Ja, er is moed voor nodig om zacht te zijn. Het gaat bij Jezus nooit over eigen schuld, dikke bult. Hij wil mensen laten opademen. Bodem onder de voeten geven. Zodat je kracht krijgt om toch verder te gaan. Ondanks alles wat het leven naar beneden haalt. Ondanks de put waar je zomaar in terecht kunt komen. Zacht en moedig. Zo zijn, dat betekent dat je ruimte maakt.
En als het nodig is, anderen ook laten uitrusten bij jou. We hebben niet alleen bij tijd en wijle zelf een boom nodig om bij te schuilen, maar volgens Jezus kunnen wij ook een boom zijn. Ik moest denken aan Ipe Sondervan, die we afgelopen vrijdag vanuit deze kerk hebben begraven. Hoe hij, een hele gewone man, als ik het zo mag zeggen, hoe hij door zijn pleegkinderen geschetst werd als een man vol van liefde. En die hen door de liefde vanuit hun achtergrond, die niet best was, deed opbloeien. En hun het leven mogelijk maakte. Hen grond onder de voeten gaf. Gewoon. Door lief te hebben. De zielsveel van ze te houden. Dus zacht en moedig te zijn. In alle groepen, van een gezin tot een schoolklas, van een werkkring tot een kerkgemeenschap, geldt dat mensen kunnen opbloeien in een sfeer van zachtmoedigheid en aanvaarding. En als je zo probeert te leven, zul je rust vinden. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden. Voor ons is dat misschien een onlogische verbinding, zachtmoedig leven en rust vinden. Wij koppelen rust eerder aan, even niks, vakantie, heerlijk. Even tijd voor mezelf, mijn eigen ding doen, zoals dat heel vreselijk heet tegenwoordig. Gewoon even geen gezanik aan je hoofd en liever niet al te veel moeilijke mensen om je heen. Heel veel tijd, vooral voor jezelf. Heerlijk is dat. En het is je, denk ik, ook van God van harte gegund. Maar met de rust die Jezus bedoelt, wordt het toch iets anders. Met die rust waar Jezus het over heeft, wordt toch iets anders bedoeld. Die rust vind je juist alleen door de verbinding met de ander. En de verbinding met God. Dus niet alleen op jezelf, maar rust vinden juist door het samen. En daar moet ik misschien nog even iets over uitleggen. Al zal ik proberen het niet al te lang te maken, heb ik in de kerkraad beloofd, of gezegd, laat ik het zo zeggen. In de Bijbel wordt rusten verbonden met de Sabbat. God rustte op de zevende dag, omdat hij toen tot zijn bestemming was gekomen, omdat de schepping toen tot zijn bestemming was gekomen. En de zevende dag heeft ook te maken met de bevrijding uit Egypte. Je rust op de Sabbat omdat je je herinnert aan die bevrijding. Maar het gaat niet alleen om die bevrijding, het gaat om dat doel waar je heen bent. Daar was die bevrijding op gericht, het land van belofte. En dat wordt ook wel het land van de rust genoemd. Dus rusten, sabbatten, heeft te maken met je bestemming vinden. Tot je doel komen. Op de plek terechtkomen waar je moet zijn. En dat is in de Bijbel nooit een privédoel. Nooit een eilandje voor jezelf. Of een veilige haven voor jou of jou en de jouwen. Maar het is de toekomst van de mensen samen. Een wereld samen. Het juk op je nemen heeft dus alles te maken met samen bij het goede leven terecht zien te komen. En dat geeft dat juk ook een ongelooflijke lichtheid. Het gaat om dat goede leven. Het gaat niet om somber en moeilijk en zwaar en och, wat moeten we nu weer doen? Het gaat om leven, om lichtheid, om liefde. Die liefde die iemand als Ipe Sondervan zomaar uitstrooide.
onbewust, denk ik. Dit juk nam Jezus zelf ook op zich, die zijn weg ging met Jan en Alleman. Met al die heel gewone vrouwen, mannen en kinderen die hij tegenkwam op zijn weg. Om samen met hen te leven, voluit. Om vol liefde te leven. Ik sluit af met woorden van Huub Oosterhuis. Dit heb ik over u gedacht. Zoals een man zijn kinderen draagt en op zijn schouders stilt en zingt en weet dat ze ontroostbaar zijn. Zo draagt gij mij en zingt mij toe en stemt mijn ziel af op geluk. Amen. Die steen, als je hem gevonden hebt, houd hem heel stijf in je handen. Dat is heel apart. Zo'n steen van buiten is heel koud. En als je hem een tijdje vasthoudt, wordt hij warm. Houd die steen heel goed vast, tot hij warm wordt. En denk aan iets wat je moeilijk vindt, wat je niet leuk vindt. Waar je misschien wel een beetje verdrietig om bent. Of waar je boos om bent. Maak hem heel warm. En denk daaraan. En dan, dat hangt een beetje vanaf waar je nu bent. Of waar je woont. Misschien moet je er een eindje voor fietsen. Die steen. Je pakt hem vast. Als hij warm is. En als je bedacht hebt waar je boos om bent. Of wat je echt niet leuk vindt. Iets van jezelf of iets van anderen of in de wereld. Dan pak je hem vast en dan gooi je hem zo ver mogelijk weg. Beter in de buurt van een weiland of van het water. Zo zegt Jezus, mag je het allemaal weggooien. Probeer het maar.
Ik wil u vragen op te gaan staan. Vorige week zondag, 28 juni, is overleden Ipe Zondervan. Op de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Lucie aan de Amelandlaan 137 te Heerenveen. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op vrijdag 3 juli, afgelopen vrijdag, 's ochtends, hier in deze kerk. En aansluitend hebben we hem naar zijn graf gebracht in Lollum. We wensen mevrouw Zondervan, haar kinderen, klein en achterkleinkinderen, heel veel sterkte toe. Laten we een moment stil zijn om Ipe Zondervan te gedenken. En laten we hen ook in onze gebeden gedenken. Terwijl het gedachtenissteentje naar de gedenkplaats zal worden gebracht door de ouderling van dienst, zingt Welmoed voor ons lied 928. Laten we God danken en onze voorbeden bidden. Iedere voorbeden eindig ik met de woorden, zo bidden wij u allen samen. En we bidden dan hardop de woorden, Heer, verhoor ons. We besluiten de voorbeden met een moment stilte. Ook dat beëindig ik weer met diezelfde woorden. En dan sluit u ook aan met de woorden, Heer, verhoor ons. En we besluiten de gebeden met het gezamenlijk Onze Vader. God, wij aarzelen om op U in te gaan. Niet meer zo zeker van onszelf en van deze wereld. Maar U hebt het geloof in ons gewekt. Uw evangelie naar ons toegesproken. Daar danken wij u voor. Uit de grond van ons hart.
U bent een God bij wie we altijd terecht kunnen. En u neemt ons mee op uw weg van liefde, van licht en leven. U bent ons overkomen, God. En omdat u zo'n God wilt zijn, daarom durven en kunnen wij u ook blijven bidden. Voor onszelf, voor elkaar en voor deze wereld. U hebt ons het leven gegeven. Maak ons nu ook bereid het met anderen te delen. Bescherm ons tegen onze eigen hardheid. Maak ons open. Zo willen wij proberen uw kerk te zijn, uw mensen. Zo bidden wij u allen samen. Heer, verhoor ons. Wij weten dat u het lijden niet wilt. Geef ons daarom de moed om ons leven te veranderen waar we kunnen. En laat ons zien hoe wij een antwoord kunnen vinden op de roep van hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Wij bidden u, God, Vader en Moeder, dat u in ons hart vrede en liefde laat groeien. Zodat wij mensen elkaar niet loslaten. Zo bidden wij u allen samen. Heer, verhoor ons. Wij bidden u voor wie gebukt gaan onder een zware last. Voor wie zorgen met zich meedragen, verdriet meeslepen. Voor ieder die de agenda en het hoofd leeg zou willen krijgen, alle vragen en verwachtingen van zich af zou willen schudden. Voor wie moe is en niet weet hoe nu verder. Voor elk mens dat zo graag iets van uw aanwezigheid en uw rust zou willen ervaren. Voor onszelf, als wij die mensen zijn. Zo bidden wij u allen samen, Heer, verhoor ons. God, nu vandaag de naam van ieper zonder van in ons midden heeft geklonken, danken wij u om wie hij was, een lief en zorgzaam mens. En wij bidden u voor zijn vrouw, voor de kinderen en kleinkinderen, voor ieder die hem op een of andere manier zal missen. Wees nabij met uw zachtheid en uw rust. Zo bidden wij u allen samen. Heer, verhoor ons. Hoor naar ons God, ook in de stilte. Zo bidden wij u allen samen, Heer, verhoor ons. En met Jezus bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd,
Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Als slotlied wordt gezongen, zingen we thuis, neurien we mee, nu we uiteen gaan. Welmoed, heel hartelijk bedankt. We zouden graag zelf willen zingen. Bij sommige liederen moet je echt je lippen op elkaar knijpen. Maar heel fijn dat jij voor ons wilde zingen. Daar zijn we heel blij mee. Denkt u hier bij de uitgang nog aan de collecten? En thuis kunt u dat allemaal regelen via uw prachtige gift-app en anders gewoon via de bank. Aan het einde van de week krijg ik vakantie. Ik ben nog maar 3 keer hiervoor gegaan. Nou ja, het is wat het is. In die tijd gaan we ook verhuizen. Na de zomer hoeven we dan alleen maar op de fiets. En komen onze jongens wellicht ook eens mee. Tot die tijd wens ik u allemaal een fijne vakantie. En ook jullie thuis een goede zomertijd. Vaya con Dios. Over jullie harten, over jullie huizen, de zegen van God. In je komen, in je gaan, de vrede van God. In je leven, in jouw geloven, de liefde van God. Amen.